Ja, het is een korte test naar aanleiding van de vraag van Frank. Ik kreeg de vraag van hem van... Er zijn uh, een aantal bluetooth hoofdtelefoons met flexibel draad voor in je nek. Wat is nou uh, de beste of wat is nou de keuze? Uh, ik heb er even drie bij elkaar gelegd. Van alle prijsklassen zijn echt redelijk verschillend. Um, deze die staat nu aan. Die zie je blauw knipper hier. Um, bij de meeste modellen kun je... Uh, volume harder en zachter zetten, maar bij sommige modellen kun je dan ook nog een nummer terug en vooruit uh, spoelen. Dus bijvoorbeeld deze, dus je kunt een nummer vooruit en terug uit. En hier kun je ook tevens het volume regelen en ook kun je hiermee uh, bellen. Dus in die zin zit hier alles op, uh, zeg maar, wat ze allemaal zouden moeten kunnen. Maar sommigen kunnen dit als, uh, dat is dus niet allemaal. Nou, in dit geval uh, kun je hier de oorklipjes uh, vastzetten zodat hij comfortabel om je oor zit en echt blijft zitten. Maar ook gewoon weer ervan afhalen. En bij de meeste andere modellen kan dat niet. Dan zit hij gewoon altijd zeg maar, vast. Want hier is bijvoorbeeld uh, zeg maar de oorklip gewoon vast aan de hoofdtelefoon. En dat is gewoon persoonlijk wat je het prettigste vindt. Nou, deze is ongeveer uh, 100 euro. Deze is 50 euro. En deze is uh, 200 euro. En deze is dan heel speciaal want die heeft... Uh, Naast natuurlijk de grote naam heeft hij ook hartslagmeting in je oren. Dit doet hij met dit elementje. Nou, ik heb een hele uitgebreide test gemaakt van deze Jabra. Die is echt wel, uh, ja, als je een hartslag in je oor wilt, dan is die sportpuls echt wel, uh, echt wel mooi, denk ik. Maar natuurlijk redelijk kostbaar met 200 euro. Dus dat zijn een beetje de verschillen. Uh, ik zal van iedere hoofdtelefoon afzonderlijk een hele test maken. Maar nu heb je ze in ieder geval even bij elkaar.